Nou, we hebben gekeken hier naar de Gigafactory. Waarom? Omdat hier 1,5 miljoen batterijpakketten per jaar gemaakt kunnen worden. Waarschijnlijk is de helft voor passieve energie storage, maar de andere helft is definitely voor cars. Tesla heet geen Tesla Motors meer, maar die heet nu Tesla. En de reden waarom ze dus die gigantische aantallen nodig hebben is niet vanwege die 100.000 Model X en Model S's die ze maken, maar vanwege de 500.000 tot 1 miljoen Model 3's die ze eigenlijk willen maken. En hierachter zien we dus de Model 3, een 35.000 euro auto. We gaan even kijken hoe die eruit ziet. Is dat nou echt gewoon een gewone 35.000 auto of ziet die er ook uit op zijn Tesla's? Nou, de Model 3. We zien hem hier. De achterkant ziet er echt uit als een gewone Tesla. Alleen, hij breekt hier af, dus hij gaat ook veel. Hij gaat niet zo mooi open. Waarom? Omdat hier een waanzinnig scherm op zit, wat helemaal loopt van het begin naar het einde. En als je hier een beetje aan de zijkant naar kijkt, is dat toch wel erg mooi. Hij ziet er echt gewoon de klasse van een Tesla Model S. Elegant, mooi. Maar gewoon een stuk kleiner. En als we kijken hier naar de voorkant. Die ziet er eigenlijk meer uit als een soort Porsche. Heel leuk. Heel elegant. Ja, hoe het eruit ziet, gaat zien, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat hij gewoon klasse heeft, is wel heel goed te zien. Ik krijg dus mijn Model X. Die loopt helemaal van hier naar hier qua scherm. Maar de Model S loopt gewoon door. Ik denk dat ze gewoon willen eindigen bij Tesla om te kijken. Kunnen we een hele auto maken helemaal van glas? Lekker transparant. Dit is een model van testmodel van de Model 3. Niet werkend exemplaar. Aan de onderkant is het niet helemaal open. Maar hij ziet er gewoon briljant mooi uit. En volgens mensen die erin gereden hebben in de Model 3 trekt hij net zo hard op. En hier komen ook 6000 batterijen in, die hier dus gewoon gemaakt worden in de fabriek. En dat betekent dat ze er gewoon een fantastische range gaan krijgen. Je kunt natuurlijk gewoon kleine pakketten kopen en grote pakketten, maar je kunt hier zeker 300, 400 kilometer mee rijden. Ik heb er 2 besteld, 3. Eentje bij Mr. Green en 2 bij Tesla. Dus kijken wanneer ze aankomen. Ze zijn er in ieder geval mee bezig. En Tesla voor 35.000, daar zit de wereld wel op te wachten. Vandaag geen kans dat ik hem kan rijden, want er zijn veel te veel mensen en er zijn geen Tesla's. Maar Robin, jij hebt erin gereden. Hoe rijdt hij? Hij rijdt fantastisch. Ja, nog beter dan een Model S. Beter dan een Model S? Hoe kan dat nou? Omdat hij compacter en lichter is, maar wel dezelfde power aan boord heeft. Dus het is echt een waanzinnige auto. Een stuk lichter, je rijdt hetzelfde qua power. En het is niet zo'n onbenullig grote auto, dus je kunt er ook gewoon een parkeergarage mee kwijt. Precies, een stuk praktischer voor het landje Nederland, zeg maar. Oké, dus voor Nederland is dit gewoon de ideale auto's waar wij er vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden, van gaan kopen. Signing off.